Welkom, beste kijkers. Welkom weer bij de 54ste aflevering van Licht op Leiden. Wij gaan gewoon door iedere week, zomer en winter, op zondagmiddag om 2 uur bij Ziggo, kanaal 46 en KPN, kanaal 1421. En online kunt u ons over de gehele wereld volgen. In Licht op Leiden hebben wij deze keer een hele bijzondere gast op deze 18e juli. Die 18e juli, ja, voetballen is er niet meer bij. En de Tour de France is aan zijn laatste dag bezig. Maar we mogen dan toch wel zeggen dat we volgende week de Olympische Spelen eindelijk krijgen. En die Olympische Spelen, daar gaat het onze gast ook wel een beetje om. Want dat is Stan van Belkum. Stan, hartelijk welkom hier. Dankjewel. En de vraag natuurlijk, de eerste vraag aan jou als ervaringsdeskundige wat Olympische Spelen betreft. Kijk je daar naar uit? Ja, zeker. Zeker. Vanwege een paar dingen. Hè. Volgens mij het uitstel van de corona. Dus dat het nu weer kan, dat is al denk ik een hartstikke mooie. De Olympische Spelen kijk ik altijd heel graag omdat ik een sportliefhebber ben. En niet alleen maar, zeg maar het waterpolo stuk, maar eigenlijk alle sporten vind ik wel mooi. En derde is, ik ben voor mijn werk best wel vaak in Japan geweest. Dus het is ook een land wat me heel erg aanspreekt. Dus dat zijn allemaal dingen die voor mij het leuk maken dat het nu echt gaat beginnen. Maar het meest bijzondere is natuurlijk toch dat ook weer de waterpolosters, als je dat zo mag zeggen, de vrouwen, dat die zich geplaatst hebben. Ja, nee, zeker mooi. Het had allermooist geweest als de heren er ook weer eens bij waren geweest. Want dat is volgens mij echt wel een tijd terug. Dat is een hele tijd geleden. Maar goed dat de dames er zijn om de honneurs waar te nemen. En hebben ze er wat te zoeken? Nou, ik moet zeggen, ik volg het niet meer heel precies. Maar als ik de afgelopen tijden zie en ook zeg maar de afgelopen toernooi, denk ik zeker dat ze er wat te zoeken hebben. En nou ja, ik hoop op een herhaling van 2000. Hè. Daar hopen we volgens mij allemaal een beetje op. Maar zelfs zonder jouw nichtje die de afgelopen 10 jaar met afstand de beste waterpoloster van Nederland was? Nou ja, weet je, daar zullen ze het zonder moeten doen volgens mij dit keer. Ja, ze is geridderd, hè? Ze heeft afscheid genomen en precies, is geridderd. Ja, precies. Dus dat moet zonder. Ja. Maar er zullen ongetwijfeld nieuwe talenten zijn die mooi haar plek op kunnen vullen. Nou, de Olympische Spelen, daar hebben ze juist al van gezegd. Jij bent ervaringsdeskundige, want je hebt meegedaan aan 2 Olympische Spelen. Ja. Natuurlijk beginnen we nog eerst eventjes met hoe het allemaal gekomen is. Jij bent een regiogenoot, dat in ieder geval zeker, geboren zeker. In Warmond. In Warmond, ja. Uit een katholiek gezin. Katholiek gezin, precies. En dat betekende natuurlijk dat je daarna naar de middelbare school ging in Leiden. En dat moest zijn. Ja, weet je, jij zei het tegen mij, maar ik kon het me natuurlijk niet herinneren. Maar dat is het Bonaventura geworden. Ja. En dat was inderdaad wel een katholieke school. Ik denk dat niemand zich er meer een voorstelling bij zou kunnen maken. Maar daar stond 's morgens aan de deur stond de pater. Gewoon in zijn volle ornaat, zeg maar, de kinderen en ons op te wachten. Ja. Bewaar je daar plezierige herinneringen aan? Ik heb de middelbare schooltijd zo in mijn herinnering als een plezierige tijd ervaren. Het was een leuke school. Er zijn nog mensen uit die tijd die ik zie. Ik bewaar prettige herinneringen aan. Maar als je op Bonaventura zat en je had iets met sporten en jij bent natuurlijk qua figuur, ben je bijna 2 meter? 1,96. Dat hoorde je natuurlijk niet waterpolo te spelen, maar dan hoorde je toch basketbal te spelen. Ja. Nou ja, en ik moet eerlijk zeggen dat daar heb ik ook zeg maar op Bona in het schoolteam gezeten. Oh ja. Met de Kallenbergen, volgens mij beroemde Leidse familie. De grootvader van het Leidse basketbal. Ja, zeker. Want pa Kallenberg was volgens mij een goede trainer en een echte basketbaldier. En wij zijn volgens mij met het basketbalteam, daar heb ik ook in gezeten, Nederlands kampioen geworden. En we hebben nog steeds op de dag van vandaag met jongens van vroeger van het waterpolo een basketbalclub. Dus elke maandag basketbal. Oh, dat doe je nog steeds? Ja. Wat leuk. Ja. Hoe ben je in dat, als je dan natuurlijk ging zwemmen of waterpolo, dan deed je dat bij de golfbrekers, neem ik aan. Golfbrekers, ja. Precies. Nou ja, weet je, je zou het eigenlijk aan mijn vader of mijn moeder moeten vragen. Het was nogal een gedoe om ons in het water te krijgen, ook mijn andere 2 broers.
Dus dat heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. En uiteindelijk hebben we ons diplomaatje gehad op late leeftijd volgens mij. In de overdekte. 12, in de overdekte en voor een deel in de Vliet, maar ook in de overdekte met meneer Bon. Roestige haken dan in je nek. Met een patatje na afloop. Patatje na afloop bij de drie vissers. Dat hoorde allemaal zo. En uiteindelijk toen we ons diploma hadden, bleken we toch wel alle drie talenten hebben op zwemgebied. En zijn we eruit gepikt door Rob Schouten en zo bij de LGB terecht gekomen. Precies. Ja. En toen ben je al heel spoedig, ben je eigenlijk, want je was al heel jong, dat je al in het Nederlands team zat. Hè? Ja, ik weet niet meer heel precies, maar de wereldkampioenschap in 78, als ik me goed herinner, was mijn eerste toernooi. Mm-hmm. Dus toen was ik 17. Ik kan me nog goed herinneren, maar we speelden een Europese jeugdkampioenschap, volgens mij in Boedapest. Mm-hmm. En ik ben toen vroegtijdig bij dat toernooi naar huis gegaan, omdat ik aan kon sluiten bij de A-selectie. Toen voor het eerst meegegaan naar de WK. Dus, Oké. Vrij vlot, zeg maar. Maar je was dus nog geen 20 toen je al naar de Olympische Spelen ging. Ja. Ja, 19 volgens mij. Precies. Ja. Nou, we zien jou hier. Wat kunnen we van deze foto zeggen? Je kunt wel in ieder geval van deze foto zeggen dat die meneer in het midden... Dat ben jij. Ik ben een beetje rechts en als een vis met mijn mond open, maar die meneer in het midden, dat is een Roemeen. Oké. En je ziet hoe breed die man is. Ja. Daarachter ligt de Nico Landewert. Nico was iets kleiner dan ik. Ik ben vrij groot, maar als je die Roemeense meneer ziet, die is echt twee keer zo breed als ik. Dus, dat was wel een beetje de tijd ook. Dit was wereldkampioenschappen? Ik denk dat het rond die tijd is geweest, wereldkampioenschappen. Okay. Of misschien wel Olympische Spelen. Want ik kan me herinneren dat we in Moskou ook tegen Roemenië hebben gespeeld. Dus het zou ook Olympische Spelen kunnen zijn. Ja, precies. Ja, want je bent daar al heel spoedig in Moskou, hè? In 1980. 1980. En jullie werden toen zesde, nog wel van vroeger. Ja. En dat waren hele bijzondere Olympische Spelen, want daar ontbrak Amerika. Ja, er waren wel meer landen, volgens mij Duitsland ook. Ja. Was het jaar van de inval in Afghanistan van Rusland, dus dat was allemaal politiek gedoe. En dan hebben we echt wel wat westerse landen toen afgezegd. Duitsland, Amerika natuurlijk een belangrijke. Ja. Dus het was wel een Olympische Spelen met een boycott. En eigenlijk in het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Hoogtepunt van de Koude Oorlog, precies. Ja. Rare tijden. Zeker rare tijden. En toen ben je daarna, 4 jaar later, toen naar de Olympische Spelen in Amerika gegaan. Ja. Los Angeles. Ja. Ja. En daar was Rusland niet. Ja, dat was een beetje een omgekeerde wereld en ik weet niet meer precies waar dat nou op zat, maar toen heeft eigenlijk het Oostblok de Olympische Spelen geboycott. Dus dat was een Olympische Spelen dan weer zonder Rusland en een aantal andere Oostblok landen. Had je daar nou last van die politieke ontwikkelingen? Het was natuurlijk anders dan nu, hè? Ook in de informatie die je daarover kreeg. Ik kan me nog wel herinneren dat in Moskou we niet naar de opening konden. Dat zat een beetje in het verlengde van de boycott van een aantal andere landen. Ja. Ook geen vlaggetjes op onze spullen en zo. Dus in die zin merkte je het wel. Het waren natuurlijk toch ook, voor zover ik me dat nog kan herinneren, was een tijdje terug, rare Olympische Spelen natuurlijk. Zonder Amerika, zonder een aantal andere landen. We hebben de afgelopen weken natuurlijk ook een paar weken terug nog meegemaakt dat Hongarije behoorlijk in het strafbankje zat vanwege homofobe ontwikkelingen in dat land. Waarbij toch de Europese Voetbalunie eigenlijk niks durfde. Ja. En zei sport en politiek horen niet bij elkaar. Die moet je van elkaar scheiden. Ja. Ben je het daarmee eens? Dat is natuurlijk altijd een ingewikkeld gesprek, hè, om dat te scheiden. Ik vind dat je dat eigenlijk niet altijd uit elkaar kunt halen. Ik vind het ook mooi als je ziet wat in de afgelopen periode bij die EK dan wordt gedaan door de sporters. En ik vind dat ook wel hoort bij de verantwoordelijkheid die je hebt als sport. Ja. Daar kun je voor dit soort belangrijke ontwikkelingen, het is natuurlijk echt schandalig wat er in Hongarije op dat vlak gebeurt, daar kun je je ogen niet voor sluiten. Daar moet je je ogen ook sluiten. Ik geloof dat in Nederland wel algemene opinie aan het worden is. Ja. Even terug naar je eigen carrière. Je werd 3 maal achter elkaar topscorer van de Nederlandse waterpolo competitie. Ja. En toen heb je de bijnaam de Witte
tornado verdient. Ja. Die ik tot op de dag van vandaag nog af en toe moet horen. Voor de jongere kijkers, de Witte Tornado, was dat niet een wasmerk? Ja, volgens mij was het een wasmerk en er zat een reclame bij dat je ook echt zo'n witte tornado over het beeld zag gaan. Dus daar zal het ongetwijfeld wat mee te maken hebben gehad. Ja. Ja. Maar goed, ook heel bijzonder is natuurlijk dat jij, want het was in die tijd was het en waarschijnlijk nu voor het grootste deel nog een amateursport. Ja, ja. Ja. En dat jij toch na 3 jaar in Nederland topscorer te zijn geweest, verhuisde naar Italië. Ja. Ik neem aan dat je toen wel een kleine vergoeding gekregen zal hebben. Ja, weet je, het heeft wel even geduurd. Zeg maar voordat ik hetzelfde verdiende met normaal werk. Daar toch verdiende. Ja, ja. Het was wel in de begintijd. En was en bleef amateuristisch. Ik kan me herinneren, de sponsor van de ploeg in Italië deed ook een basketbalploeg sponsoren. Okay. En dan hadden we wel eens etentjes in Milaan en dan zat ik naast de basketballer die er dan door Ali Bear werd ingehuurd. En die verdiende ongeveer het budget wat wij als hele ploeg hadden. Dus in die zin was het nog steeds de verkeerde sport. De verkeerde sport, precies. Ja. Deze foto, kan je die even uitleggen? Ja, dat is echt een hele mooie foto. Dat is ook van heel lang terug. Dat is Brigitte. Ja. Mijn vrouw nog steeds. Okay. Dit is denk ik een foto uit om en nabij 1983. Okay. Uit onze begintijd. IJsje halen en dan een foto maken bij de cabine in de V&D. Dat je er zo'n cabine gordijnen voor. Zeker. En dan zo'n foto maken. En die hebben we nog steeds. Ook zeg maar het rolletje wat er dan, het stripje wat er dan uitkwam met die foto's. Ja, ja. Die hebben we nog. Dus, ja, ja. Leuk. Nou, ik bedoel, in alle eerlijkheid, je kan niet zien dat het 40 jaar geleden is. Laten we dat complimenten ook nog maar eventjes maken. Ja, hetzelfde geldt als je mevrouw zou zien, precies hetzelfde. Over complimenten. Dankjewel. Over complimenten gesproken. Eventjes een filmpje laten zien. En dan mogen de kijkers raden waar het daarover gaat. Partita adesso un derby perché è la prima volta che io gioco in Italia e tanti giochi per me sono difficili perché è la prima volta. L'altra parte perché io ho sbagliato la rigore, io penso ha tirato malissimo e penso anche mia madre vuole parare questa palla, so, tirato malissimo. Wat zeg je daar allemaal? Ja, als ik me goed herinner, ik vind het echt wel mooi, want ik was wel een beetje een soort halve punker zeg maar in de tijd in Italië. Het gaat hier over een strafworp die ik heb gemist. Aha. En ik zeg hierin, met een redelijke Italiaans, dat hij was zo slecht geschoten dat zelfs mijn moeder hem had kunnen stoppen. Dat was ongeveer de strekking van het verhaal. Dat zal er heel leuk overgekomen zijn in Italië. Hoe lang ben je in Italië geweest? Twee seizoenen. Dan heb je die taal toch je vrij snel meester gemaakt? Ja. Nee, dat is eigenlijk nog wel zo. Hè. Italië is een land waar niet heel veel mensen Engels spreken. Nee. Dus het was echt heel simpel. Als ik bij de bakker een brood wilde krijgen, dan moest ik het toch echt in het Italiaans gaan doen. Dus ik heb daar op redelijke korte termijn en met ook wel enig gevoel Italiaans geleerd. Ja. Het is echt mooi, want de Europese voetbalkampioenschappen zijn al 2 keer terug. Hè. Maar in die periode heb ik dan nog steeds contact met Italianen over het voetbal en ook een beetje over het waterpolo. En dat gaat nog steeds in het Italiaans. Oké. Goh, wat leuk. Zeg maar. Als je dat nou zo allemaal ziet, gewoon in de Olympische Spelen en dan toch een professionele carrière als waterpolo in Italië. Hoe kwam jij verder in het leven na de sport? Want had je nog tijd om te studeren bijvoorbeeld? Ja, weet je, het was natuurlijk de tijd dat je niet naar je sportcarrière een sigarenzaak kon openen met het geld wat je had verdiend. Hè. Dus ik heb er ook wel gewoon bij gestudeerd. En als trainer had je waarschijnlijk die ambitie had ik ook niet. Dus ik heb er gewoon naast gestudeerd. Okay. Het was wel in de tijd, ik durf het bijna niet te zeggen denk ik voor de studenten nu, maar het was de tijd dat je vrij lang kon studeren. Ja. Dus ik heb vrij lang waterpolo kunnen combineren met de studie. In 1979 begonnen
Ik durf bijna niet te zeggen, in 92 was ik helemaal klaar. Ja. Dus dat is een vrij lange periode. Zeker. Dus die studie heb ik er altijd wel goed naast kunnen doen. En de laatste loodjes van een studie heb ik ook in Italië gedaan. Maar wat je dan eigenlijk zou verwachten is iemand die toch zo lang topsporter is geweest, dat hij qua maatschappelijke carrière geen hoge ogen meer kon gooien. Of heb jij dat niet zo meegemaakt? Nou ja, weet je, ik heb wel een paar dingen met de paplepel ingegoten gekregen van ja, sporten is leuk, maar het gaat ook om je school. Dus dat is er wel altijd in blijven zitten. Hebben mijn vader en moeder denk ik de hand ingehad. Heel verstandig. Heel verstandig. En ja, dat maakte dat ik toch die studie heb afgemaakt. Ja. En mijn ambitie zeg maar, op trainer in de sport waren niet heel groot. Dus ik ben daarna gewoon aan het werk gegaan zeg maar, in de farmaceutische wereld. Maar farmacie, dat is niet zomaar een studie. Dat is, Een hele moeilijke studie. Dat is een echte studie. Een hele echte studie, ja. Doe je heel lang over. Heb je gedaan. Wat ben je daarna gaan doen? Ik heb na mijn sportcarrière die studie afgemaakt. En ja, dat was eigenlijk in de tijd dat je, voordat je je bul kreeg, mensen al in de rij stonden om je een baan aan te bieden. Ik ben al vrij snel bij de overheid terecht gekomen in allerlei instituten op en rond geneesmiddelen. Je zegt dat nou wel, dat je voordat je afgestudeerd was al een baan aangeboden kreeg. We praten toch over de 80e jaren dat jij studeerde. Ja. En dat waren toch niet de makkelijkste jaren voor jouw generatie? Nee, dat zat wel heel erg in de studierichting die je koos. Mijn vrouw heeft communicatiewetenschap gedaan. Ja. En daar, dat was natuurlijk allemaal hartstikke nieuw. En daar was het echt één vacature, 800 reacties. Dat schoot niet op. Maar bij farmacie was het nog zo dat als je klaar was, dan kon je eigenlijk direct aan de bak. Dus de ontwikkelingen toen de tijd binnen de farmaceutische industrie waren denk ik dermate goed. Dat werkte zo. Ja, en jij kwam als eerste, heb ik begrepen, te werken bij de bekendste afkorting van Nederland, bij de RIVM. Ja, weet je, anderhalf jaar geleden zullen ongetwijfeld een aantal mensen hebben geweten wat het RIVM was. maar dat is nu wel echt anders met de corona. Nee, ik heb inderdaad bij het RIVM gewerkt. Daar ben je begonnen, hè? Ja. En als we die naam zeggen, dan hebben we natuurlijk ook weer een heel beroemde streekgenoot. Ja. Jaap van Dissel. Ja. Is dat een collega van jou geweest? Nee, ja, dat is een toeval. Hè. Ik ben uiteindelijk in mijn carrière binnen de overheid terecht gekomen bij het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Ja. En Jaap is daar een hele lange tijd collegelid geweest. Okay. En is daar, ik denk, ergens midden jaren 2000 vertrokken naar het RIVM. En daar directeur infectieziekte geworden. En de rest is history, kun je bijna zeggen. Ja. Ja. Maar je kende hem dus al. Ja. Hij is er niet makkelijk op het ogenblik, heb ik begrepen. Nee, weet je, en daar moet je denk ik toch respect voor hebben. Hè? Want het is natuurlijk heel ingewikkeld om in tijden waar ook andere factoren natuurlijk heel zwaar wegen, economie, welzijn van mensen, om dan toch de wetenschappelijke kant goed over het voetlicht te blijven brengen. Daar ook op te adviseren, soms tegen de politieke wind in. Dus dat is denk ik een hele zware klus geweest. En ik denk dat hij en het Outbreak Management Team alle lof verdienen, zeg maar, de manier waarop ze dat hebben gedaan in echt hele moeilijke tijden, denk ik. Maar dat college ter beoordeling van geneesmiddelen, mag je dat dan vergelijken met mensen zijn tegenwoordig met allerlei afkortingen zo vertrouwd met de EMA? Ja, je kunt eigenlijk het college ter beoordeling van geneesmiddelen zien als een EMA van een land. De Nederlandse tak van de EMA. Ja. Oké, goed. Zo heb je 26 colleges in heel Europa die samen met de EMA de besluiten nemen. En wat is het bijzondere geweest aan dit college de afgelopen 2 jaar? Staan jullie meer onder druk dan in het verleden is geweest? Kritiek of wat dan ook? Nou ja, weet je, kijk, ik ben nu sinds 1 april bij een andere baan. Ja. Hè, maar daar komen we misschien zo meteen nog op terug. Het is wel voor het eerst, denk ik, in het bestaan van het college dat ze zo in de belangstelling hebben gestaan. Ja. Want de uitweg uit deze crisis is uiteindelijk toch het vaccin gebleken. Ja. En zij hebben natuurlijk een hele belangrijke rol in het toelaten van dat vaccin op de Nederlandse markt. Ja. Dat we nu allemaal onze prik krijgen,
komt eigenlijk door de EMA en alle CBG'en van Europa. Ja, precies. Nee. Ik weet niet of jij wel eens in het Bioscience Park komt en zo. Ja. Ik moet zeggen dat ik altijd toch een gevoel van trots niet kan onderdrukken als ik daar Janssen zie. Ja. En ja, als zeker. Ik daar dan mensen buiten zie een sigaretje roken en zo, dan gun ik ze dat van harte. En dan zeg ik alleen wel terug en doorwerken. En doorwerken. Niet dat Het is echt mooi dat... Leiden zeg maar ook in die ontwikkeling toch is meegegaan met het Janssen-vaccin. Ja, precies, want het Janssen-vaccin is nu eigenlijk toch wel weer geheel geaccepteerd. Sterker nog, er was een paar weken geleden een geweldige run op die, op die vaccinatie. Hè? Ja, dat had iets te maken volgens mij met hoe graag mensen op vakantie wilden. Wat ik ook heel goed kan voorstellen. Maar dat is denk ik toch goed ook zeg maar om een breed arsenaal van vaccins te hebben. Om zo meteen, misschien dat het een reguliere prik gaat worden, hè? Net als de griepprik nu, dat we daar een breed pakket voor hebben. En dat is mooi dat Janssen daar vanuit Leiden aan meedoet. Komen we daar nog vanaf, van dit soort prikken? Nou ja, die vraag zou je eigenlijk aan Jaap moeten stellen, hè? Dus die moet je misschien een keer uitnodigen in dit programma. Ik denk dat, dat we er niet zo snel van af zullen geraken en het misschien wel iets wordt zoals we nu de griepprik hebben, elk jaar de coronaprik. Okay. En dat het ook net zo gewoon gaat worden? Dat zou er aan mee samenhangen. Dat zou het mooiste zijn. Ja, zeker voor mensen die zeg maar in de wat kwetsbaardere categorie zitten. Zeker, maar je vertelde ook dat je sinds een aantal maanden een andere baan hebt. En nu ben je bij, ik lees het maar even zo voor. De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek. Precies. Daar ben je directeur van het bureau. Ja. En je bent daar secretaris van dat bestuur. Ja. Vertel, wat is dat? Ja, weet je, in het ontwikkelen van geneesmiddelen heb je natuurlijk een heel traject waarbij eerst klinisch onderzoek wordt gedaan. Hè? Proeven worden gedaan. Eerst in het laboratorium, dan met dieren, maar uiteindelijk ook met mensen. En de CCMO, ik ga de afkorting niet herhalen, zeg maar. Nee. Ik zit op pas, dus die is net zo moeilijk. De CCMO is er om iedereen die meedoet in zo'n klinisch onderzoek goed te beschermen. Dus goed van tevoren mee te denken op de medisch-wetenschappelijke aspecten, maar ook op de ethische aspecten. Of zo'n onderzoek wel echt goed is voor de proefpersonen die daaraan meedoen. Dus dat is een belangrijke activiteit, helemaal aan het begin van het ontwikkelen van geneesmiddelen. Door wie word je betaald? Overheid, wij zijn een onderdeel van VWS. Maar je bent geen. Ben je Rijksambtenaar? Ik ben nu Rijksambtenaar. Ja. Okay. Was bij het college ook al. Ik zit nu ook in Den Haag bij het ministerie van VWS. Dus ik ben Rijksambtenaar. Ik heb daar je schoenen nog niet kunnen zien. Maar... Nee, het zijn gewoon fans. Ja, er worden een hoop grappen gemaakt over die minister van jou. Ja, dat mag ook. Ook daarvoor je geld, denk ik, in moeilijke omstandigheden. Anderhalf jaar lang. En het gaat echt om 24/7 dan paraat zijn. Hè, want dat maak ik van dichtbij. En natuurlijk zijn er allerlei besluiten waar je met de kennis van nu weer anders tegenaan zou kijken. Ja. Maar ik denk grosso modo dat we het goed doen. En ik denk dat heel veel mensen jullie eigenlijk toch in hun hart wel dankbaar zijn voor wat er allemaal gebeurd is. Ja. En hoe we er in Nederland toch tot nu toe redelijk doorheen gerold zijn. Nee, met alle ernst natuurlijk van de afgelopen en drama's van de afgelopen 2 jaar. Want dat is ook in Nederland zo geweest. Staan we er nu denk ik goed voor. Nee, dat denk ik ook. Het aardige is van iemand die als waterpoloer zo ongeveer de hele wereld heeft gezien. Ja. Die daarna toch een redelijk indrukwekkende carrière rond de geneesmiddelen heeft gemaakt. Dat hij ook nog zo veelzijdig is dat hij een geheel andere kant in zijn leven en in zijn werk samenleven heeft kunnen kiezen. En dat is de kunst. Zeker. Want je bent, en dat is in Leiden is dat een hoge uitzondering, je bent een zodanig kunstenaar dat je zelfs bent uitgenodigd om lid te worden van ARS. Ja. Ja. Toch een gezelschap van kunstenaars die met een zekere mate van trots op hun eigen werk kijken. Zeker. Zo kan je het wel zeggen. Ja. Ja. Ben je beeldend kunstenaar? Wat ben je, schilder, beeldend kunstenaar? Ja, ik heb ook zeg maar, in het kader van dit deel van mijn leven ook een bedrijfje opgestart. En daar ben ik beeldend kunstenaar. En binnen de beeldende kunst schilder ik. Ja, precies. Je hebt, als je dat zelf uitlegt op je website, dan zeg je van toeval is een leidend principe in jouw werk. Wat bedoel je daarmee? Ik misschien één stap terug, ergens midden jaren 2000 had ik het erg druk met werk.
En ik dacht, ik moet daarnaast iets anders gaan doen. Ik heb mijn hele leven getekend, geschilderd. Ik kan ook figuratief aardig schilderen. En op dat moment wilde ik toch de abstracte kant uit, zeg maar midden 2000. En heb toen wel een jaar of 10 nodig gehad om zeg maar je eigen stijl daarin te ontwikkelen. Mm-hmm. En binnen die eigen stijl merk ik nu, en dat voorbeeld wat ja. we zo beneden zien, is er misschien niet helemaal daar een voorbeeld van, want dat is toch wat meer geconstrueerd. Maar in het schilderstuk moet ik het echt hebben van toeval. Dus met olieverf, verschillende kleuren, met een skiwi heet het dan, een soort stok die je langs het doek trekt. Op zoek naar toevallige kleurcombinaties en dingen die gebeuren met verf. Ja, je hebt al een aantal exposities al achter de rug, heb ik begrepen. In Warmond in de Pomp. Ja. Dat is natuurlijk nog een indrukwekkende plek voor een kunstenaar. En, en de Tuin van de Smit. Tuin van de Smit ook, ja. Daar ben je ook al geweest. Ja. Ja. Dus maar goed dat we dit doen, hè, want het is tot nu toe erg gebonden geweest aan Leiden, de tentoonstellingen. Ja. Dus wie weet door dit interview dat we nog eens verder gaan kijken naar Leiden. Dat zou ik heel leuk vinden. Ja. Warmond was voor mij natuurlijk extra leuk, hè, als, dat is mijn geboorteplek. Ja. Dus het was hartstikke leuk om in de pomp te hangen, zeg maar, zoals dat dan heet. En de laatste keer voordat we zeg maar, met z'n allen in de lockdown gingen, was de tentoonstelling bij de Tuin van de Smit. Oké, ja precies. En hoe wordt je werk dan ontvangen? Nou ja, weet je, het vliegt niet van de muur, zullen we maar zeggen, voor wat betreft de verkoop. Maar dat is denk ik ook lastig. Ik krijg wel altijd, zeg maar, op de tentoonstellingen die ik heb gedaan, echt mooie reacties. Okay. En ik hoop, want het is echt wel, zeg maar, het derde deel zeg maar, van mijn leven, dat het nog iets... Heb je daar nou nog tijd voor? Ja, ik ben niet een hele grote tv-kijker, dus dat scheelt. Het schilderen vindt voor mij plaats 's avonds. Hè. Als de rest van Nederland series kijkt, mijn vrouw en dochter series kijken, dan ga ik naar de schuur een beetje schilderen. En ik moet zeggen dat schilderen is voor mij ook wel echt een afleiding in het werken. Dus precies. Je vergeet de tijd. En dat is denk ik in tijden dat je met werk toch druk bent en belangrijk om zoiets ernaast te hebben. Ja, heb je het ook gewoon juist in de afgelopen coronatijd ook meer kunnen doen? Of? Ja, weet je, dat was natuurlijk toch sowieso de tijd dat er wat minder vertier omheen was. Je was veel thuis. Geen bioscoop, thuiswerken. Dus dat heb ik inderdaad wel wat meer gedaan. Het is goed dat cultuur nu weer open gaat. Hè? Zeker. Want de productie staat nu in de schuur te wachten totdat het zeg maar weer naar buiten kan. Dus wat mij betreft. Je staat te trappelen ik sta te trappelen om de lakenhal te vullen. Ja, om de lakenhal te vullen. We hebben een Leidse afdeling. Ja, daar hebben we toch een beetje voor gezorgd en een beetje gezeurd om toch ook nog wat Leidse kunstenaars te kunnen plaatsen. En dat is toch wel gebeurd. Nou, dan gaan we de afloop gaan we daar ook nog even over hebben. Daar gaan we het sowieso over hebben. Helaas, zo'n half uur dat vliegt om, dat heb je gemerkt. Ja. Zeker als je met iemand praat die zoveel te vertellen heeft, dankjewel. Wij gaan, beste kijkers, zo langzamerhand weer afsluiten. Volgende week is Rens Heruwer hier weer met een gast waarvan ik de naam nog even niet mag noemen, maar u moet vooral kijken. Wij bedanken u allemaal voor de belangstelling. We bedanken Rick en Rianne en natuurlijk onze gast Stan. Tot ziens.